De klopjacht op belastingontwijkers moet intensiever. Patang. Zeker. En wat je ook ziet bij de onthulling van de Panama Papers, het is alsof je een tegel oplicht en het ongedierte wegkruipt. We zien dus de IJslandse premier die opstapt. We zien Bert van Meerstad die opstapt. Wij moeten het licht werpen op deze constructies. En daarmee zullen we de belastingontwijking aanpakken. Maar niet alleen dat. Want hier gaat het ook over witwassen van crimineel geld, het financieren van terrorisme. Dit gebeurt allemaal op die schimmige belastingparadijzen. En daar moeten we echt een eind aan maken. Meneer Manders, ook de mensen die het volgens de regels de belasting ontwijken, het lijkt wel of het net zich sluit. Zijn er nog manieren om de belasting te ontwijken? Wordt het niet moeilijk gemaakt voor u? Inderdaad is het zo dat politici proberen om het steeds moeilijker te maken. Tot in de jaren 70 konden politici grenzeloos de tarieven blijven verhogen. Zoals ik al zei, toptarief was 68% gemiddeld in onze landen. Sommige landen was het zelfs 97%, zoals Groot-Brittannië. Door de globalisering is er concurrentie ontstaan tussen staten. Reagan en Thatcher hebben het voortouw genomen. Dat verhaal hebben we gehoord. Maar de vraag is even, ziet u nog wegen of ziet u het net rond belastingontwijkers sluiten, dat de mogelijkheden steeds minder worden? Als de eurocraten hun zin krijgen, dan zullen zij steeds verder gaan in centralisering, in harmonisering, in minimumtarieven afspreken. Bij de BTW is het al gebeurd. Dus een Europese minimumtarief voor de BTW. Liefst wil men dat ook voor de inkomstenbelasting en de winstbelasting. Liefst wil men dat het wereldwijd uitrollen. Stap 1 erbij is het afschaffen van een mensenrecht op privacy. Dus het wordt steeds moeilijker, zegt u. Informatie wordt uitgewisseld met alle overheden op de wereld. Zelfs China, waar de doodstraf staat op belastingontduiking. Dus het wordt steeds moeilijker om belasting te ontwijken. Dat probeert men. Als er onvoldoende tegenwicht komt, dan zullen politici proberen dat kartel door te drukken en op die manier weer terug te gaan naar de tarieven van de jaren 70 en de armoede en crisis en depressie zoals we die ook hadden in de jaren 70.